Er zijn alweer wat jaren voorbij sinds het opstellen van je echtscheidingsconvenant. Er zijn wijzigingen gekomen in je salaris en je denkt dat dat ook voor je ex geldt. Wat kun je daar nu mee? Je zou eigenlijk ook het zorgrooster willen aanpassen, maar je vindt het moeilijk om dat met je ex te bespreken. Hoe pak je dat aan? En je hebt een nieuwe partner, dus de zorgtoeslagen zijn veranderd. Verandert dan ook de kinderalimentatie? En moet je dat met je ex bespreken? Allemaal vragen die je kunnen overkomen als je gescheiden bent. Ik help je om een passend antwoord te vinden. Eerst bekijken we wat de opties zijn en vervolgens gaan we gezamenlijk in overleg om de afspraken aan te passen aan de nieuwe situatie. Want er zou bij je ex ook het nodige veranderd kunnen zijn. Mail je vraag aan info@imediators.nl. Of als je al eerder met iMediators aan de slag bent geweest voor een echtscheidingsconvenant of voor een kwestie op je werk, dan kun je natuurlijk ook gewoon inloggen in Important.